Ja, als historicus die vooral bezig is met politieke geschiedenis, ben ik hier een beetje de vreemde eend in de dijk vandaag. Dus collega's die veel weten en weten te vertellen, veel meer dan ik, over kunst en cultuur en literatuur. Maar met mijn onderwerp veroorloof ik mij toch een beetje een zijsprongetje vanuit de politieke geschiedenis naar de kunst. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog bevindt de grafische kunstenaar Frans van Iversteel zich op het kruispunt tussen kunst en propaganda als kriegsberichter, dus oorlogsreporter aan het Oostfront, maakt hij talloze tekeningen van wat daar gebeurt. Frans van Iversteel die wordt geboren op 29 juni 1909 in Borsbeek bij Antwerpen. Hij gaat daar ook naar school en ook dus in zijn geboortedorp en in Antwerpen. Maar het belangrijkste is wel dat hij ook les volgt bij Alfred Ost, tekenaar en schilder. En het is van hem eigenlijk dat hij de techniek van de schilderkunst, maar ook van andere kunstvormen zoals lino en dergelijke zaken, van hem leert eigenlijk. Op het einde van de jaren 1920 is hij actief als tekenaar van reclameaffiches en van karikaturen. En in de jaren nadien wordt hij vooral bekend met houtsneden van wat hij noemde Vlaamse kop. Dus vooraanstaande Vlamingen, waar hij portretten van maakte. Zoals August Borms, die na de Eerste Wereldoorlog echt een symbool wordt voor het Vlaams nationalisme. Jan Oscar de Gruyter, een pionier van het Vlaamse toneel. Wies Moens, een auteur en Vlaams nationalist. Stijn Streuvels, op dat ogenblik wellicht de belangrijkste of een van de belangrijkste Vlaamse schrijvers. Jeff van Hoofd, Vlaams componist en dirigent. En Cyril Verschaven, Vlaams nationalistisch priester en dichter. Dus daarmee wordt hij heel bekend. En intussen raakt hij, zal ik al gemerkt hebben met de opzomming van die namen, geraakt van Iversteel meer en meer betrokken bij de Vlaamse beweging, bij het Vlaams nationalisme. Hij sluit zich aan bij het verbond van Dietse Nationaal Solidaristen, het Verdinazo, zoals het afgekort heet, de extreemrechtse beweging die in 1931 door Joris van Severen wordt opgericht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog treedt van Iversteel toe tot het Vlaams Legioen. Het Vlaams Legioen is de Vlaamse legereenheid die in het kader van de Waffen-SS deelneemt aan de Duitse veroveringsstrijd in de Sovjet-Unie. Na de oorlog wordt van Iversteel bij verstek ter dood veroordeeld. Ondertussen in 1946 wordt hij dan toch gevangen genomen en in mei 1947 wordt het vonnis omgezet in levenslange hechtenis, maar hij komt reeds na enkele jaren vrij. In de volgende decennia werkt hij zich op tot een succesvol graficus, kunstglazenier en stoetenbouwer. Vlaanderen is bekend voor zijn stoeten, nogal wat van die stoeten, de regie, eigenlijk de invulling daarvan, is in handen geweest van Frans van Iversteel. Hij overlijdt op 5 mei 1978 in Wilrijk. Wellicht is Frans van Iversteel in het begin van de bezetting al lid geworden van de Algemene SS Vlaanderen. Algemene SS Vlaanderen is een afdeling van de SS die opgericht wordt in de zomer van 1940. In het eerste bezettingsjaar publiceert hij een aantal tekeningen in de SS-man, het blad van de Algemene SS Vlaanderen. Het gaat om prenten die steeds dezelfde onderwerpen behandelen. Een soldateske levensstijl, de jeugd, de stralende toekomst onder het nationaal socialisme. Voorts tekent hij karikaturen waarin hij de vijand van het ogenblik hekelt. Winston Churchill, Franklin Roosevelt, maar ook het socialisme, het bolsjewisme en het jodendom moeten ontgelden. Van Iversteel hoort bij de eerste lichting vrijwilligers voor het Vlaams Legioen in de zomer van 1941. Hij krijgt de taak van kriegsberichter op zich en moet een tekening maken over de oorlog. Kriegsberichter, dus oorlogsverslaggever. In het begin van de oorlog richtten de Duitsers een aparte eenheid op binnen de Weermacht en de Waffen-SS, die eigenlijk moet zorgen voor propaganda,
voor het verslag van de oorlog. Dat gaat zowel met journalisten als met fotografen en met tekenaars. En Frans van Hinnesteel is dus een van de tekenaars. Het grootste gedeelte van de tekeningen wordt in 1941 en in 1942 gepubliceerd in de weekbladen De SS-man, De Nationaal Socialist, De Arbeidskameraad en in het dagblad Volk en Staat. De Nationaal Socialist en het dagblad Volk en Staat maken deel uit van het Vlaams Nationaal Verbond, het VNV. Dat is de Vlaams Nationale Extreemrechtse Politieke Partij die in de collaboratie is gestapt. De SS-man is dus het blad van de Algemene SS, later ook van de Waffen-SS in Vlaanderen. De Arbeidskameraad is het blad van de Vlamingen die aangesloten zijn of die werken voor de organisatie Dood. Van Immerseel doet in feite op zijn terrein, dus de grafiek, wat anderen op hun gebied doen. Zich inschakelen in een propagandistische kunst in dienst van het Derde Rijk en van het Nationaal Socialisme. Bekend zijn ongetwijfeld auteurs, die in België tenminste toch, auteurs als Cyril Verschaven, die ik reeds eerder noemde, en Ferdinand Verknokke. Ferdinand Verknokke die een aantal huldedichten voor Adolf Hitler bijeenschreef. Of een beeldhouwer als Frans Tinel, die bijvoorbeeld een borstbeeld maakt van een soldaat met de gekende Duitse helm op. Van Immerseel behandelt in de grafiek die hij vervaardigt aan het Oostfront een viertal onderwerpen die nauw bij elkaar aansluiten. Een eerste bron van inspiratie is het soldatenleven in de kazerne en aan het front. Hij besteedt er veel aandacht aan het dagelijkse leven van zijn makkers, soldaten die een eetketeltje afspoelen, die een stuk brood roosteren of zich scheren of met een mes de modder van hun laars schrapen. En voorts confronteert hij de lezers met aspecten van de strijd. Deze tekeningen worden vaak gebruikt ter illustratie van berichten over de gevechten of voor werving en propaganda voor het Vlaams legioen. Op 10 januari 1942 bijvoorbeeld publiceert de Nationaal Socialist een tekening van drie soldaten, dus deze tekening, drie soldaten in een Duits uniform die in de weer zijn met een granaatwerper. Het bijschrift geeft aan een troepleider overschouwt het schietveld. Op andere tekeningen nemen soldaten vanuit hun schuilplaatsen de vijand onder vuur of ze rukken op met de mitrailleur of met de typische handsteelgranaten in de hand. Vijandelijke soldaten komen aangelopen met de armen in de hoogte om zich over te geven. Bij een aantal tekeningen wordt het zonnerad ook bijgevoegd, het symbool van de SS-standaard Westland, een onderdeel van de SS-divisie Viking, waarin een aantal Vlamingen strijden. Voorts tekent Van Immerseel ook het portret van verschillende van zijn strijdmakkers. Een van de belangrijkste werken is wel een portret dat hij in 1941 vervaardigt van Raymond Tollenaren. Raymond Tollenaren, dat is een jong politicus, lid van het Vlaams Nationaal Verbond. Hij is daar propagandaleider en later leider van de partijmilitie. Dus van het Vlaams Nationaal Verbond, dus de collaborerende Vlaams Nationalistische Partij. In de zomer van 1941 vertrekt Raymond Tollenaren met het Vlaams legioen naar het Oostfront. Dus Van Immerseel vervaardigt zijn portret en dat verschijnt op de voorbladzijde van de Nationaal Socialist van 31 januari 1942. Met als bijschrift: kameraad meester Raymond Tollenaren, commandant der Tietse Militie Zwarte Brigade, is thans Untersturmführer bij de Waffen-SS en vervult zijn plicht aan het Oostfront. Zijn voorbeeld dienen alle kampgenoten tot les. Op het ogenblik dat tekst en tekeningen gepubliceerd wordt, is Tollenaren precies 9 dagen dood. Gesneuveld in de strijd voor Leningrad, waar hij onder friendly fire is gekomen van de Spaanse soldaten die aan het Oostfront vochten. En hij is dus gesneuveld in zijn dood. Van Immerseel beeldt de VNV-voorman af in een driekwart portret, terwijl hij ernstig in de verte blikt.
Het kuifje geeft een gemoedelijk, jongensachtig accent aan het portret. Links onderaan geeft de auteur aan dat het om een studie van Untersturmführer, de tollenaar, gaat. Dus hij schrijft de naam fout. Maar voorts schetst Van Immerseel ook nog portretten van SS-Sturmman Jules Geurts, de eerste Vlaming die het IJzeren Kruis eerste klas verwerft. Van gesneuvelde officieren zoals SS-Obersturmführer Renaat van der Smissen en SS-Untersturmführer Camille Wilde. En van verschillende andere strijdmakkers. Meestal in die portretten is het hoofd goed uitgewerkt, maar zijn het uniform en de achtergrond, zoals u hier ook ziet, eerder rudimentair weergegeven. Waarschijnlijk portretteert hij ook nog de aanvoerder van het Vlaams legioen, de Duitse officier Michael Lippert. En geregeld publiceren de weekbladen ook geïdealiseerde portretten van oostfronters. Van Immerseel vervaardigt trouwens ook affiches met zo'n geïdealiseerde soldatenportretten die voor propaganda en werving moeten dienen. Naarmate Van Immerseel verder samen met de Vlaamse oostfrontstrijders oprukt in de Sovjet-Unie, wordt zijn belangstelling gewekt voor het gebied waar het leger doortrekt en voor de mensen die hij ontmoet. In het nummer van 20 december 1941 van de SS-man publiceert hij een tekening bij het nieuws van onze jongens aan het oostfront. Het is het portret van een niet zo jonge man met verwarde haren en baard. Hij draagt gescheurde en versleten kleren. Hij grijnst, zijn gezicht in rimpels, maar kijkt weg van de tekenaar en van de toeschouwer. Hij staat tegen een ruwe achtergrond, mogelijk de muur van een hut of van een bouwval. Het bijschrift luidt: een mens. Nee, een Oost-Jood. In tegenstelling tot de soldatenportretten is het geheel, dus zowel hoofd als kleding als achtergrond, volledig uitgewerkt. Ook de stijl verschilt. Het gaat niet om een geïdealiseerde voorstelling, maar om een rauwe, naturalistische visie op het onderwerp. Wellicht poogt Van Immerseel op deze wijze aan te tonen hoe inferieur de tegenstanders wel zijn. Het bijschrift laat de zaken geen ruimte voor twijfel. Het is niet duidelijk of dit er op aanwijzing van Van Immerseel is aan toegevoegd, maar we kunnen ons moeilijk indenken dat hij zijn tekeningen zonder enige begeleidende commentaar overmaakt aan de redacties van de verschillende bladen waaraan hij meewerkt. Van Immerseel tekent ook nog andere Russische, Joodse en Mongoolse types, onder meer onder de krijgsgevangen soldaten. Telkens gaat het om heel zorgvuldig uitgewerkte tekeningen. En tenslotte brengt hij ook landschappen. Bijvoorbeeld van een vervallen boerderijtje dat moet aantonen hoe men woont in het Sovjetparadijs. De hut lijkt bedekt met stro en plakken. De vensters zijn stuk of dichtgetimmerd. En voor het huisje staat een wrakke regenton. De tekening die ik hier laat zien is verschenen bij een artikel over Sovjet-gruwelen dat op 8 augustus 1942 in de SS-man verschijnt. Het is een tekening van een dozijn schoorstenen, trieste resten van een onduidelijk gebouwencomplex. Het commentaar bij de tekening luidt: eenzame schoorstenen is alles wat na het branden en vernielen door de Sovjets nog overblijft. 200 walen tussen de puinen. Maar dezelfde tekening wordt hernomen op 2 januari 1943 in de Arbeidskameraad. Daar heeft de redacteur het over de zwarte blakende schouwen, getuigen van een hardnekkige strijd rond wat eens enkele Sovjetwoningen waren. Dus in dit laatste commentaar wordt de schuld van de vernieling niet expliciet bij het Rode Leger gelegd. Ze kan ook door de Weermacht of door de SS zijn aangericht. De Tweede Wereldoorlog heeft de kunst van Frans Van Immerseel dus zeker beïnvloed. Maar het gaat niet echt om een breuk in zijn uiterlijk. Hij zet in feite zijn vooroorlogse activiteit in grote mate voort, weliswaar aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Zijn tekeningen getuigen van zijn bekendheid met de tradities en de mythes
van het rechtse Vlaams nationalisme tijdens het interbellum en de oorlogsjaren, de verering van de middeleeuwen, het dwepen met noties als strijd, jeugd, leiderschap en toekomst, de Germaanse losverbondenheid. Hij blijft ook vasthouden aan enkele genres die hij voor de oorlog heeft beoefend, zoals de portretten. Nieuw zijn wel de strijdtaferelen, waarin hij als het ware getekende reportages brengt van de opmars van het Duitse leger en zijn bondgenoten. Veel van zijn tekeningen worden verschillende malen gebruikt. Zelfs soms als illustratie bij teksten die onderling totaal verschillen. Het is niet duidelijk in welke mate Van Immerseel zicht heeft op wat er met zijn tekeningen precies gebeurt. En evenmin kan worden vastgesteld in welke mate hij verantwoordelijk is voor de bijschriften bij zijn werk. Waarschijnlijk geeft hij wel aan wat of wie hij precies getekend heeft, maar het is duidelijk dat de redactie van de bladen waarin zijn werk verschijnt op een creatieve wijze met de eventuele informatie omgaat. Na zijn vrijlating uit de gevangenis poogt Van Immerseel de oorlogsjaren uit zijn curriculum weg te vlakken. Hij wordt hierin geholpen door de publieke opinie en door kunstcritici die vooral oog en bewondering hebben voor zijn twee nieuwe werkterreinen, kunstglasramen en stoeten. Van Immerseel blijft trouw aan de Vlaams-nationale tradities en mythes, maar hij houdt zich in zijn kunstperiode van na de oorlog ver van de politieke standpunten die hij voor en tijdens de oorlog vertolkt. En daarmee is blijkbaar iedereen gelukkig. Ik dank u. Il y avait une question comme ça, c'était en fait, est-ce que il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient dessiné comme ça, est-ce que c'était assez fréquent des dessinateurs qui dans la SS ou dans la collaboration, qui ont pu avoir des interventions de journalistes Est-ce qu'il y a d'autres cas de dessinateurs assez fréquents ou... Dus er zijn er een aantal bekend, maar niet veel. Aan de Vlaamse kant gaat het maximum over een vijftal personen die tekeningen leverden. En je zal merken, dus ik heb gezegd in het begin dat de meeste tekeningen van Van Immerseel verschenen zijn in de tijdschriften en kranten van 1941 en 1942. Soms wordt er nog eens één hernomen in 1943. Dat heeft zijn reden. Van Immerseel is namelijk, laten we zeggen, in ongenade gevallen en heeft een gedeelte van de oorlog in de gevangenis gezeten. En hij zelf beweert dat dat is omdat hij nogal godsdienstig was, hetgeen inderdaad het geval was, en dat het onmogelijk was om binnen de SS-structuren zijn godsdienst te beleven en dat hij daarom in de gevangenis is gezet. Nu, niet iedereen is het daarmee eens met die uitleg, want een aantal makkers van hem zeggen dat hij in de gevangenis belandt wegens diefstal van een aantal zaken van zijn collega's. Dus waar ligt de waarheid? Die zal nog moeilijk achterhalen zijn. Dus maar in ieder geval werd dus zijn werk vervangen door werk van anderen. Dus andere kriegsberichten, die dus ook tekeningen gemaakt hebben aan het front, hebben hem eigenlijk opgevolgd in de kranten. Dus er waren er inderdaad nog, ja. Est-ce que c'est des commandes qu'il recevait des journaux ou c'était lui qui envoyait spontanément ses dessins? Het is een beetje tussen de twee. Hein? Dus hij had wel een vrij grote vrijheid om te tekenen wat hij wou en dan die tekeningen dan op te sturen. Maar uiteraard verwachten de kranten en de Duitse propagandadiensten wel een aantal zaken. Die verwachten bijvoorbeeld wel de heroïsche taferelen van de strijd of de portretten van moedige
SS'ers. Dat verwachten ze uiteraard wel. Dus het ligt een beetje tussen de twee. En hij moest natuurlijk ook tekenen binnen een bepaald kader. Hij mocht niet. Hij heeft ook nog andere zaken getekend. Hij heeft bijvoorbeeld ook tekeningen gemaakt voor de arbeidscamera. Heeft hij tekeningen gemaakt over een aantal steden, bijvoorbeeld over Brugge of over een Begijnhof hier in Vlaanderen en zo. En dat zat ook een beetje in dezelfde ideologie, het verheerlijken van Vlaanderen, dus de propaganda voor Vlaanderen zat daar ook wel in. Dat heeft hij gedaan, maar ik weet niet of dat tekeningen waren die hij toen in portefeuille had, of dat hij die uit zijn hoofd heeft getekend aan het Oostfront, want die zijn wel verschenen in dezelfde periode. Dus binnen het kader van die propaganda, die van hem verwacht werd, kon hij eigenlijk zelf beslissen wat hij wou brengen. En kon hij zelf op eigen inspiratie tekenen en naar de redacties toesturen. Je me pose la question, est-ce qu'il y a eu, je me pose comme question, y a-t-il eu d'autres enrôlés de la brigade flamande qui ont fait de la prison pour raison de religion? Je n'ai pas, moi je n'ai pas une connaissance, je ne sais pas qu'à la SS, est-ce qu'on a mis d'autres personnes pour faire de religion? Ben, mais je ne sais pas. Ik weet wel dat de godsdienst een heet hangijzer was, een heet probleem was in het Vlaams legioen. Om een voorbeeld te geven, bij de oprichting van het Vlaams legioen werd er gehoopt door de Vlamingen dat er een Vlaamse aalmoezenier zou worden aangesteld. Dat is nooit gebeurd. Dat is een van de problemen en een van de redenen ook waarom er op een bepaald ogenblik een rebellie, het is men noemt het de Vlaamse rebellen, dus er is een beetje onrust ontstaan en er is wat ongehoorzaamheid, wat subversie ontstaan. En een aantal van die mensen die daarbij betrokken waren, die zijn naar andere eenheden overgeplaatst. Bijvoorbeeld zelfs naar de Dierlewanger zijn er enkele overgeplaatst. Maar dat heeft onrechtstreeks wat te maken met die godsdienst, maar dat heeft vooral te maken met partijpolitieke kwesties, met het feit dat men niet zomaar in de SS-structuren wou instappen en dergelijke, omdat Vlaams legioen had dan toch een beetje een aparte positie eigenlijk. Dus die godsdienst heeft, laten we zeggen, wel iets mee meegespeeld, maar rechtstreeks omwille van godsdienstige overtuiging in de gevangenis gezet, daar heb ik geen weet van dat dat gebeurd is, en daarom is het ook een beetje merkwaardig dat hij dat aanhaalt als reden. Merci beaucoup.